Oh, nog bijna Elytra. Dus oh! Ik... Oh, joh! Kijk wat ik heb! Kijk nee. wat ik heb hier! Wacht, nee. Ja, super gaaf dat je allemaal kijkt bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En ik moet deze video heel snel even opnemen enzovoort. Want dit wordt een hele toffe video. Want ik ga namelijk over 2 dagen ga ik op vakantie. En ik heb heel veel extra video's die er aankomen. Dus er komen gewoon video's online op mijn kanaal. Terwijl ik er helemaal niet ben. Ik ben gewoon in Amerika. Dus ik zou zeggen, volg me even in Amerika op Instagram, de Serial Gamer. En vandaag ben ik in mijn Minecraft server. Die staat nu officieel open. Dit is de eerste video volgens mij die nu online komt. Dat de server open is. En vandaag, als jullie deze video nog zien, kan je een special crate krijgen. Wat wij vandaag gaan doen is namelijk, jawel, samen met Jan de Engeman gaan we een loot crate battle doen. Een crate battle gaan we doen. En gaan we kijken wie de beste loot krijgt. Ik dacht, het is wel even leuk om op te nemen. En anders was er vandaag helemaal geen video geweest. Dus ik dacht, ik neem deze even gewoon even snel op. Like, abonneer, klik op het belletje om zeker geen video's te missen. Want er komen er echt insane veel aan om de dag in augustus. Tot en met 17 augustus om de dag. En later dagelijkse uploads weer, als het goed is. In ieder geval, like, even reageren. Zeker 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Dit is een nieuwe crate die nu vandaag nog in de shop is op mijn server in Westcraft. Er zijn heel veel toeschouwers, super gaaf. Allemaal dikke vette shout naar jullie. En de mensen die nu nog lekker laat online zijn. Er waren super veel mensen bij de opening. En zelfs 10 nog online. 10 mensen online, terwijl dat 4 uur 's nachts was. Maar maakt niet uit, jullie zijn bazen. Tijdelijke special crate morgen in de shop. Of, oh shit, dat moet natuurlijk vandaag zijn. Het is natuurlijk vandaag nog in de shop. En dit zit erin. En even voor de duidelijkheid, hier zit ook een korting op. Hier zit een korting op van 50%. Het is in plaats van 2 euro. Is het 1 euro, omdat jullie dikke vette bazen zijn. Dus als je dit wilt halen, kan je naar deze server gaan en dan /shop. En dan kan je hier ranks kopen en dus uiteindelijk de special crate key in plaats van 2 euro, nu 1 euro. Hoe tof is dat? Gewoon even vandaag nog is die te krijgen. Dus zie maar wat je ermee doet. Maakt niet uit, het is gewoon voor de mensen die het willen. Oké, laten we beginnen. Jij hebt 20 special crate keys en ik 10. En dan gaan we kijken wat we hier uit kunnen krijgen. Dit is dus 20 euro en dit is dus, het is ongeveer 40 euro ongeveer. En dan gaan we kijken hoeveel loot we kunnen krijgen. 30 euro is het ongeveer. Dus laten we kijken, let's go. Laat jij maar beginnen. Of zullen okay, we... Ja, anders zijn we wel... Oké. We laten zo meteen wel even zien hoe je dit precies krijgt. Je kan dit krijgen allemaal. Dus alleen heel speciaal sommige dingen. Sommige dingen heb je ook heel weinig kans tot. En, wat heb je? Ik heb 12,50 saldo. Oh ja, je kan natuurlijk ook... je kan 12,50 saldo winnen. Oké, let's go. We gaan. Wat krijgen wij eruit? Wat krijgen wij uit de pack? Wat gaan wij krijgen? Gaan we iets super speciaals krijgen? En we krijgen... Nee, we krijgen Sea Lion Turns. Nou, op zich, eerlijk, die zijn wel tof om... Kijk, als je ze in de hand houdt, dan zie je ook... Het zijn wel mooi voor je base. Ik vind het wel mooi. Ja, let's go. We gaan nog eentje doen. We gaan gewoon gelijk door, oké? Laten we gewoon in één keer doorgaan. En dan gaan we kijken wat we uiteindelijk hebben, oké? Ik kan MC bij jou doen. Ik kan jouw inventory kijken. Oh mijn god, 3 cakes. Ja, je mag het best weten. Dat is echt... Zeg, maar die komen ook nooit meer in game als het goed is. Tenminste, niet vaak. Ja, magma blocks. Dat is echt insane goed. Want dan kan je daar die bandieten mee vermoorden. Als trap. Ik heb hier saldo. Echt? Nou, dan kan je uiteindelijk wel heel veel. Hier heb je... Voor een euro heb je een key. Dus dan kan je heel makkelijk... Huh? Ik heb... Dit is weer saldo. Echt? Jongen, heb je wel heel goed. Dat is op zich, aan de ene kant is dat ook wel heel chill. Een Serial Errors hoofd heb ik. Oh mijn god, ik heb mijn eigen hoofd. Yeah, let's go. Mijn eigen hoofd in game. Hoe gaaf is dat? Hoe gaaf is dat? En we hebben weer magma blocks. Dat is wel nice. Hey Kevin. Nee, een waterbucket. Oh mijn god. Ja, die ga je niet vaak kunnen krijgen hoor. Oh mijn god. Dat is zo insane. Oké, laten we gewoon doorgaan. Ik heb nog 14. Oh, ik zag de Elytra voorbij komen. Oh nee. Er is oprecht iemand geweest. Kevin, jongen. Jij moet echt even je game omhoog halen, man. Kijk eens wat ik nu weer heb. Nee, joh. Hoe dan? Ik heb en jij krijgt alleen maar troep. Ik krijg alleen maar troep. Die game, volgens mij heeft één iemand van... Ik weet niet wie. Volgens mij was het... Of Koentje of zo. Of iemand in ieder geval. Die had al gelijk 2 Elytra's gepakt. Hoe dan? Echt waar. Hoe? Oh, en ik krijg weer 3 taarten. Oh mijn god. Oh mijn god. Nou, Kevin gaat hoe zo? Het gaat insane goed, inderdaad. Het gaat insane goed. Ah, weer mijn hoofd. Are you kidding me? Je kan zulke goede loot hier uitkrijgen, want jullie wel eens... Oh, ik zag het schild voorbij komen. Nee. Oh, saldo heb ik volgens mij. Ja, oké, dat is wel chill. Dan kan je... Nou ja, goed. Dan heb je gewoon een saldo voor. Dan kan je uiteindelijk weer een plot mee kopen. Een autominer kan je uiteindelijk weer mee geld verdienen. En weer een taart. Wat voor pack luck heb jij dan nou? Ik heb genoeg pack luck. Oh, ja, nee! Oh, bijna de notch apple. Nou ja, zeg. Oké, maar wel magna blocks. Die zijn ook heel chill, hoor. Vooral voor die bandieten als je dan een val maakt. Ja. En, ja! Nee! Nee! Ik heb weer saldo, hè. Oh, mijn god. Ik had bijna een schild. Oh. Maar dit is maar 20 euro. En je had... Oh,
Nee! Oh, nee. Nou ja, op zich is het best wel redelijk wat loot. Die cakes die komen ook niet meer zo vaak in game. Die zijn wel ideaal. En op zich is de korting zo insane groot. Nee. Nou ja, weer cakes. Hey, ja? Hey, ik heb niet één. Oh, gast, hoe? Ik heb weer cakes. Aan de ene kant, ja, ik kan wel een cakehuis maken straks, man. Ik vraag me echt af dat mensen dat gaan doen. Ja, nee, weer cake. Er wordt je niet gegund. Maar ik heb nog vier, hè. Wie weet dat ik ineens weer drie elytra's pak. Ja, nee, een saldo heb ik waarschijnlijk. Ja, oké, nou goed, dat is wel chill. Dan kan je met die saldo, kan je wel mooi wat geld mee beginnen op een starterskit. Stel je voor, je hebt de server nog niet eens gespeeld, weet niet hoe het werkt. Ze zeggen, ja! Ja. Nee. Ik ga nog niet zeggen wat. Ja, jij hebt hem ook. Dus op zich... Dat is een waterbucket, hè? Ja. Ja. Ik heb er die twee. Nee! Oh, ik zag een Elytra! Oh, nog bijna Elytra. Dus oh! Ik... Oh, joh! Kijk wat ik heb! Kijk wat ik heb hier! Wacht. Nee. Wat? Ik heb... Oh... Ik heb Protection 1 boekje. Oh, nee, gast. Die kan je krijgen als je een rank koopt. Stel je voor, jij haalt die gewoon in 1 euro, terwijl dat je die in rank voor moet halen. Oh, mijn god, gast. Oké, ik heb alleen nog maar seizoen 1 keys, oké? Ik ga daarmee gelijk mee door, oké? Ik ga gelijk weer door. Deze werkt ook anders. Deze ziet er net wat anders uit, trouwens. Je kan ook zien het verschil. Deze heeft hem met glas en zo. En stone bricks, oké. Oké, je kan hier ook wel goede, leuke spulletjes uit krijgen. Alleen die andere is alleen tijdelijk in de shop en die heeft... Yo, oh my god! Een super pickaxe. Efficiëntie 3, unbreaking 3. Die is super... Nee, hou op hoor. Ja, die is super speciaal. Nice. Ik wil ook een shulker box. Wat is een soort van ender chest? Wie weet komen die binnenkort nog in de game. Er komen echt super gave updates. Ik krijg ik alleen maar troep uit. Oh ja, nu ineens wel. Ja, dat is wel een nadeel. Oké. Er komt een ender drink voor... Oeh. Ah. Die stairs. Die blokken die... Vriendje. Ja? Ik heb er ook een, jongen. Ja? Oh my god. Oké. Oké, hier heb ik... Ik heb echt niet zoveel geluk... Nou, oké, ik moet eerlijk zeggen, die super pickaxe is wel heel ideaal. Als je gaat kijken naar de prijs, is insane laag. Dus, ja. Ik heb bijna weer een super pickaxe. Oh mijn god. Ja, het gaat op zich best wel redelijk, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Die magnablocks zijn super chill. Ik heb bijna kans op een gold helm. Ja, ik heb weer een super pickaxe. Oh mijn god, ik heb er gewoon weer één. Wat? Hoe dan? Hey, ik heb er gewoon twee van. Dude, dit is insane. Dit is wel packluck, hoor. Dit is wel packluck. Want die super pickaxes, die zijn super ideaal. Ook als je begint, maar ook gewoon... Want de server is net beginnend. En, bijna gold had ik. Gold kan je dus niet krijgen in de shop, maar wel dus hier. Kijk, ik heb nog één key. Gaat dit geluk brengen? Nee. Oh nee. Oké, instant race. Oké, ik ben klaar. Ik denk dat jij hebt gewonnen. Laten we gewoon de kijkers zometeen bepalen, oké? Ik denk dat jij wel de meeste kans hebt, maar misschien dat de mensen denken van... Hey, die twee super pickaxes, dat vind ik toch specialer. En jongens, jullie zijn bazen. Bij de opening hadden we gewoon 70 mensen online. Jullie zijn echt bazen. Kom ook even een kijkje. Echt? Ja. Oh, nee. Oké. Trouwens, voor de mensen, dit is dus mijn Minecraft server Westcraft. En jullie kunnen ook lekker zeker joinen. Soort van factions, een soort van survival gecombineerd. Ik zou zeggen, kom even lekker zeker kijken. IP staat hier rechts in beeld. play.serialcraft.nl. En staat ook in de beschrijving het IP. In ieder geval, Jan, laat ze... Oh, je hebt twee schilden. Oké. Dit is mijn inventory voor de mensen. En jouw inventory, die kan ik ook bekijken. Dit is zijn... Oh, Protection 1 Enchantment. Twee super pickaxes heb ik ook. Nou ja, ik denk... Oh, vier... Ik heb er maar twee van. Dude! Kijk, die Magna Blocks. Je hebt dat gewoon bijna dubbele van mij. Oké, ik weet wel wat mensen gaan zeggen. Ik weet het sowieso. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze extra video, want anders... ik stik er bijna in. Anders kwam er vandaag helaas geen video online. En vandaag dus wel even snel, want ik ben heel erg druk bezig met extra video's editen enzovoort voor jullie. Omdat ik straks naar Amerika ga. Dus volg me even op Instagram, de Serie Gamer. Abonneer voor meer video's en zet 1, 2, 3, 4, 5, 6 in de chat. Als je de hele video hebt uitgekeken, doe dat zeker even. Heel erg gaaf dat jullie allemaal online zijn. Jullie zijn bazen. Laten we veel updates brengen in Westcraft. En als jullie ideeën hebben in Westcraft, ik zou zeggen, laat het zeker weten in de reacties. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En oh mijn god, ik heb ook 4 keer mijn hoofd, hè. Besef even. 4 keer mijn hoofd. Ik heb trouwens wel gehoord dat die werd verkocht voor 5000 euro. Dus dat is echt geen geintje. Niet om mij nu bekend te maken. Maar blijkbaar willen mensen mijn hoofd. Geen idee waarom. Maar ja, blijkbaar. Oh, ik heb helaas geen key meer. Oké, nou, dikke shout-out naar jullie allemaal. En dan zie ik jullie in ieder geval bij de volgende video weer. Waarschijnlijk donderdag een nieuwe video online. En dan ga ik vliegen naar Florida toe. Amerika. In ieder geval, ik zie jullie later.